Met de Samsung Galaxy Z Flip 5 wordt de fliptelefoon eindelijk echt volwassen. Maar dat stapje naar volwassenheid is ook maar piepklein. In deze review vertel ik je er alles over. Het ontwerp. Van de Galaxy Z Flip 5 is zoals je van een Samsung telefoon mag verwachten netjes. Hij heeft een aluminium frame. Een uh, glazen voor- en achterkant. Althans, uh, de achterkant helemaal als je hem zo opgeklapt hebt. En de voorkant is uh, van ultra-thin glas. Dat is het. Op het buigbare scherm. Daarbovenop ligt nog een uh, screenprotector die van plastic is. Die voelt niet zo erg fijn aan. Uh, maar dat heeft natuurlijk alles met het buigbare scherm te maken. Daar is niet zoveel aan te doen. Maar verder is de telefoon heel netjes goed afgewerkt. Hij is waterdicht. Hij is niet stofbestendig. Maar hij kan wel iets beter tegen stof dan zijn voorgangers. En dat heeft er alles mee te maken dat hij nu volledig plat klapt. Uh, bij de Galaxy Z Flip 4 zat er nog een kleine kier aan de kant van het scharnier. Maar dat is bij dit toestel niet meer. Hij is een stukje strakker geworden. Blijven daardoor en dus ook wat beter bestand tegen stof. Het toestel is er in vier kleuren: plus nog wat extra als je op de site van Samsung omkoopt. Um, hij heeft vooral aan de achterkant het kleurtje. Dit is de groene variant. Er is een uh, crèmekleurige variant, een grijze variant en een lavendelkleurige variant. En het frame dat is ofwel een beetje zilver, ofwel een beetje grijs. En in dat frame zit de vingerafdrukscanner, die zit in de powerknop hier aan de zijkant. Uh, niet mijn favoriete plek, maar dat komt nou eenmaal met zo'n vouwbare telefoon. Hij werkt wel gewoon goed, dat is prettig en het toestel is qua design dan ook prima. Dat is het design in het algemeen, dan nog even de vouwfunctie. Die heeft een nieuw scharnier gekregen, waardoor die dus nu plat dicht kan. Verder uh, ja, werkt het nog steeds fijn. openklappen gaat niet makkelijk met één hand. Het kan wel met één hand, maar moet je een beetje je best voor doen. Um, dus wat dat betreft is het niet zo fijn als de vouwtelefoons van vroeger. Nou, als je hem opengevouwen hebt, dan is het een redelijk normaal formaat smartphone. Ietsje langer, hij heeft een 22 bij 9 scherm. En het scherm heeft kleine opstaande randjes, waardoor hij iets minder lekker bediend vanaf de zijkant. Maar dat zijn kleine puntjes. Dichtgevouwen is het toestel natuurlijk een stukje kleiner, wel wat dikker. Daardoor past hij makkelijker in je broekzak. En dat is vooral voor vrouwenbroeken natuurlijk een ding. Um, daarnaast zit er een veel groter scherm op. Het zogenaamde flex window. Die is 3,4 inch groot. Met een uh, hoekje aan de onderkant ziet er opvallend uit. Nou, de functionaliteit daarvan zal ik zo meteen wat meer over vertellen. Maar in ieder geval ja, ziet het er een stukje mooier uit dan voorheen, vind ik. En kun je er natuurlijk ook gewoon meer mee. Het scherm van deze Galaxy Z Flip 5 is een 22x9 AMOLED scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. En het is een Full HD Plus -scherm. Nou, dat scherm. Dat scherm ziet er gewoon heel erg mooi uit. Het is vloeiend, um, het heeft een prima helderheid, het is ook voorzien van hele mooie kleuren natuurlijk. Het is gewoon echt een high-end Samsung scherm en dat zie je daaraan af. Um, dat is heel positief. Wat negatiever is de coating. Er zit een screenprotector opgeplakt en die moet je er niet afhalen. En die is van plastic. En dat voelt ten eerste wat minder fijn aan dan het glas van een normaal smartphone scherm of een glazen screenprotector. Ten tweede is het zo dat uh, hij ook wat gevoeliger is voor vingerafdrukken. Nou, er zit ook een vouw, natuurlijk in het scherm. En die voel je wel zeker als je er overheen scrolt. Ik vind het niet heel storend, maar het is wel zeker merkbaar. Um, en daar komt nog eens bij dat in ieder geval bij vorige versies van dit toestel, en ja, ik kan me voorstellen dat dat hier weer zo is: die screen protector op een gegeven moment een beetje los gaat laten. Nou, dan vervangt Samsung hem wel voor je. Maar echt prettig is het natuurlijk niet. En uh, die vouw is natuurlijk ook wat kwetsbaarder. En of dat een probleem is of niet, dat moet de tijd uitwijzen. Maar het is wel een dingetje om rekening mee te houden. Het flex window, trouwens, is ook een OLED-scherm, ziet er ook mooi uit. De resolutie is wat lager en daardoor zie je vooral bij tekst dat het er net wat minder scherp uitziet. Maar niet storend en uh, het scherm doet vooral wat hij moet doen. Wat ik leuk vind is dat hij onder een soort spiegellaag verstopt zit. Dus als hij uitstaat, dan zie je eigenlijk niet waar het scherm zit. En als je hem aanzet, dan komt hij tevoorschijn. Over de prestaties van dit toestel kan ik kort zijn: die zijn heel erg goed. Er zit een Snapdragon 8 Gen 2 chipset in, de nieuwste Qualcomm chip. En die presteert heel goed, die is redelijk efficiënt. Ik moet wel zeggen dat hij in dit toestel wat warmer wordt dan ik gewend ben van veel andere smartphones. Hij zit aan de bovenkant van het toestel en uh, ik kan me voorstellen dat dat gewoon zo klein is dat er wat minder ruimte is voor goede koeling. Het is niet heel storend, maar het is wel merkbaar. En als je er echt zwaar op gaat gamen, dan kan ik me ook voorstellen dat de uh, prestaties op een gegeven moment wat teruggeschroefd worden om te zorgen dat hij niet al te warm wordt. Toestel heeft 8 GB werkgeheugen, standaard 256 GB opslag. Dus de 128 GB versie is er niet meer. En dat betekent dat je altijd lekker veel geheugen hebt. De software van deze smartphone is natuurlijk de One UI van Samsung. Daar valt niet heel veel over te zeggen. Um, zal ik ook niet doen behalve dat hij gewoon fijn is en heel lang ondersteund wordt. Hij krijgt 4 Android upgrades en 5 jaar beveiligingsupdates. En dat betekent dat je nog tot de zomer van 2028 goed zit met dit toestel. Dat is heel erg netjes. Um, ja, en verder werkt hij dus gewoon fijn en is Samsung ook snel en consistent met die updates. Wat ik interessant vind is hoe Samsung met het klappen van het toestel omgaat in de software. En daar zijn twee dingen over te zeggen. Eentje is uh, wat hij precies kan met het schermpje aan de buitenkant. Dat is uh, uitgebreider dan eerder. Eigenlijk kun je het vergelijken met een soort grote smartwatch. Er zitten widgets op, um, je kan meldingen makkelijk zien. En dat zijn eigenlijk vooral de standaard functies. Je kan ook met de Labs-functie, dus een soort van beta-functie, kiezen om er meer applicaties op te draaien. Dat zijn niet alle applicaties, maar bijvoorbeeld wel YouTube, uh, Google Maps, WhatsApp. Dus best wel handige apps om erop te draaien. Ja, bij Motorola-smartphones die klappen kun je echt alle applicaties erop draaien. Dat heeft mijn voorkeur, maar dit is ook al best handig. Um, en dat schermpje, ja, dat kan dus een stuk meer. Of je dat ook echt meer gebruikt, is denk ik heel erg persoonlijk. Um, ik moet zeggen dat ik dat niet echt deed. Ik hou sowieso het toestel meestal opengeklapt. Want um, ja, als ik hem in mijn zak stop, dan is het soms wel handig om hem kleiner te maken. Maar soms maakt het niet eens zoveel uit. Maar als je hem natuurlijk wel vaak dichtgeklapt hebt, dan kan ik me wel voorstellen dat als je even snel een appje wil beantwoorden of even wat kijken, dat wel heel handig is dat dat uitgebreid op dat schermpje kan. Het andere punt is hoe maakt Samsung gebruik van dat gebogen scherm als die opengeklapt is? Want je kan hem natuurlijk volledig openklappen, maar je kan hem ook half openklappen. Een beetje als een laptop. Nou, dat is in sommige situaties heel handig. Als je bijvoorbeeld een filmpje wil kijken en het niet per se op een groot scherm hoeft, dan kun je hem gewoon zo voor je neerzetten. En dan heb je die video alleen maar op het deel van het scherm dat naar je toegericht staat. Ook voor videobellen, uh, dan kun je de camera naar jezelf toerichten. Is natuurlijk heel erg handig. En om dat te ondersteunen heeft Samsung een functie ingebouwd waarmee je aan de onderkant van het scherm. Uh, de uh, touch controls eigenlijk kan plaatsen, dus bijvoorbeeld knoppen om video's door te spoelen, dat soort dingen. En aan de bovenkant van het scherm je dan de applicatie zelf hebt. Dat kun je per applicatie aan of uitzetten. En ook als je het aan hebt staan voor een applicatie kun je nog steeds duidelijk uitzetten. Uh, je kan natuurlijk ook split screen multitasken, waarbij dan de onderste helft van het scherm een applicatie is en de bovenste helft van het scherm een applicatie is. En zo geeft die klapfunctie dit toestel ook als je hem normaal gebruikt wat extra flexibiliteit. Bij de camera van dit toestel ligt de Focus er volledig op om de beste selfie camera te zijn. En dat heeft natuurlijk alles met dat grote buitscherm te maken. Want dat zorgt ervoor dat je eigenlijk met de hoofdcamera heel goed selfies kan maken. Um, daar zit ook een hele interface, dus je kan wat verschillende modi kiezen. Je hebt een portretmodus in de selfie modus. En je kan een foto maken door zo je hand op te steken. En die selfies die zien er natuurlijk gewoon een stuk beter uit dan selfies van een gemiddelde selfie-camera van een smartphone. Dus als je helemaal dol bent op selfies, dan is dit een hele goede oplossing. Los daarvan, uh, maak die mooie foto's. Maar moet ik ook zeggen dat de camera niet zo goed is als ik had gehoopt voor een telefoon van dit geld. Deze Galaxy Z Flip 5 kost 1000 euro. En de camera's. Die zijn gewoon oké. Okay. Ze maken foto's met hele mooie kleuren, een goede dynamische range en in de meeste omstandigheden ook uh, ja, gewoon hele mooie foto's. Maar het zijn ook foto's die niet super detailrijk zijn. Als je wat verder erop gaat inzoomen, zit er behoorlijk wat ruis in soms. Uh, dus het zijn foto's die je zeg maar, zou verwachten bij een telefoon van 500 euro misschien. Uh, nou ja, dat de camera niet de focus van dit toestel is, is natuurlijk helemaal logisch. Maar voor dit geld had ik wel liever wat beters gezien. Overigens heeft hij een hoofdcamera en een grote camera. en dat is natuurlijk gewoon fijn. De batterij van deze Galaxy Z Flip 5 heeft een capaciteit van 3700 mAh. Dat is niet bijzonder groot, het is dezelfde batterij als in de Galaxy Z Flip 4. Maar dus het toestel heeft wel een zuinigere chipset gekregen, dus de batterij zou het beter moeten doen. Ja, dat doet hij ook wel een beetje, maar ik ben nog steeds niet echt te spreken over de batterijprestaties van dit toestel. Ik kan er een dag mee doorkomen, misschien ruim een dag, screen on time op die dag van 3,5 à 4 uur. Uh, en dat is minder dan de meeste smartphones. Vaak haal ik een screen on time van zo'n 5 uur over anderhalve dag of zelfs twee dagen. En daar kom ik met dit toestel echt niet aan. Is het voldoende? Ja, wat mij betreft wel. Als je echt een hele zware gebruiker bent, waarschijnlijk niet. Maar voor de meeste mensen zal de batterij gewoon voldoende zijn om in ieder geval goed de dag door te komen. Maar uh, het is zeker niet een van zijn sterkere punten. En als je de batterij echt belangrijk vindt, dan moet je niet hier zijn. De oplaadfunctie trouwens, die is niet heel snel. Hij kan met 25 watt laden, zoals we eigenlijk van Samsung gewend zijn. Hij kan wat draadloos laden, dat is fijn. Maar een snellaadfunctie of een echte snellaadfunctie was natuurlijk ook wel prettig geweest. Met zijn volledig platte vouw, waterdichte ontwerp, grote scherm aan de voorkant en uitgebreide featureset is de Samsung Galaxy Z Flip 5 een erg volwassen fliptelefoon. En dat is natuurlijk op zich heel mooi. Nou moet ik ook zeggen dat dat stapje om echt volwassen te worden ja, echt wel heel erg klein was. Uh, hij vouwt nu volledig plat, hij heeft dus dat grotere scherm op de voorkant en hij is wat sneller. Maar daar houden de upgrades tegenover de Galaxy Z Flip 4 wel een beetje op. Nou, dat is op zich niet erg. Moet ik wel zeggen dat de Galaxy Z Flip 5 op dit moment 1000 euro kost en de Z Flip 4 op dit moment eh, 570 euro kost ongeveer. Dat is dus echt een behoorlijk prijsverschil en als je ook maar een klein beetje eh, op de centen wil letten, dan is die Galaxy Z Flip 4 de betere optie op dit moment. Um, maar goed, los daarvan is dit wel gewoon een hele goede vouwtelefoon die eigenlijk weinig misdoet. Um, ja, de batterij vind ik jammer, de camera had ook wat beter gekund en dat het scherm nog steeds een duidelijke vouw heeft. Dat is gewoon duidelijk nog een nadeel van die vouwtelefoons. Maar los daarvan is het een telefoon die alles doet wat je van een high-end smartphone mag verwachten. Er goed uitziet, waterdicht is, super snel presteert. Um, hele fijne software heeft die ook lang ondersteund wordt. Dus ja, wat dat betreft is de Galaxy Z Flip 5 voor de juiste doelgroep zeker een aanrader. Maar tegelijk is het wel een beetje een saaie upgrade. Ben ik persoonlijk nog steeds niet helemaal uh, overtuigd van het Flip-concept. En is het dus zo dat er wel concurrenten zijn die ja, niet zo heel erg veel slechter zijn en een stuk minder kosten? Dat was hem, de Samsung Galaxy Z Flip 5. Ik ben benieuwd wat jij van het toestel vindt. Laat het even weten in de reacties onder deze video. Bedankt voor het kijken van de video. Vergeet hem niet te liken als je hem leuk vond. Abonneer je op mijn kanaal mocht je dat nog niet gedaan hebben. En mocht je dit toestel nou willen kopen, dan kan dat via de link in de beschrijving van deze video, waar ik de, op het moment van opnemen de goedkoopste prijs heb gepubliceerd. Of via telefoon.nl waar je alle recente prijzen kan vergelijken, ook in combinatie met een abonnement.